zit naar Ewin te kijken, die zit hier weer voort bij de eethoek. Hoe pragmatig ze daar dan gewoon zitten te kijken. En ik zit ook nog steeds op de pakketbezorger te wachten. Ik heb het even nagetrokken, want je kunt tegenwoordig natuurlijk volgen allemaal. Het is nog halverwege, maar het wordt wel vandaag bezorgd. Ben benieuwd hoe laat. Want het vrachtwagentje staat op halverwege, dat streep. Ja, lieve vrienden, ik kom net onder de douche vandaan, dat zullen jullie wel zien. Lekker even gepoedeld en gedaan. Ja, dat moet ook van tijd tot tijd gebeuren, hè. En de diertjes zijn allemaal binnen, dus dat vind ik weer geweldig. Ja, eindelijk weer eens een keertje binnen. En vooral Kandal, die is vaak of boven of de hortop, maar die is nou ook hier. Maar het is wederom natuurlijk, ik denk net zoals in heel Nederland, want het is zelf voorspeld, grijs, grauw, smerig, randweer. Ja. Ik kan niet iets leuks ondernemen om buiten toe te gaan of wat dan ook. Dus ja, ik heb mezelf gewend met een schoonmaakbeurtje. Hé? Ik zit naar Ewin te kijken, die zit hier weer voort bij de eethoek. Maar hoe pragmatig ze daar dan gewoon zitten te kijken. Hey, Queen! Koningin! Oh, ik ga hem erbij leggen. Nou ja! Nou ja, en dat is dan onze prinses, hè? Prinses Ewin. En meneertje Gandalf. De tovenaar. En dan noemen we jou maar koningin. Hé? Koningin Rijka? Rijka? Koningin Rijka? Ja, hé? Jo? Snoepie. Snoepie van de week. Hé? Oh, het is zo'n lieverd. Ja, bij tijd en wijl is het ook een deugd niet. Net als van de week dat ze de boel vernield had. Maar ja, ach, daar is de puppy voor, zoals ik al toen ook zei. En dat is op zich niet erg, maar ik koop gewoon geen nieuwe. Nee, eerst maar zien dat ze de oude speelgoed die ze al hebt, dat ze dat mee kan spelen. En als dat kapot gaat, nou, dat vervang ik dan weer voor een nieuwe. Maar dan wel weer net zo één. Zoals die touwballen, nou, die zijn ook te koop, dus ja. En dat plastic ding waar dat piepetje in zit, nou ja, die heeft ze ook nog steeds niet kapot. Nou ja, later maar, mooi hoor. Ja? Hé, meisje? Ja, hè? Ja, je hebt genoeg meisje, ja. En ook nog genoeg snacks heb je. Ja, allemaal lekkere dingen. Hé? Wijfie. Rijka, kom je dan? Nee, kom je niet? Hoeft niet hoor, niks moet, alles mag. Yeah. Ja, lieve vrienden, ik ga lekker aan een bakje koffie, ben ik wel weer aan toe. En ik zal mijn camera nog leeghalen, op deze na. En dan kan ik weer even renderen, dan kan dat weer naar YouTube, anders hebben we weer niks. Yeah, moet allemaal gebeuren. En ik hoop toch dat we het wat beter weer krijgen, dat we weer erop uit kunnen. Ja, ik vind dit maar niks. Dit is zo hoofdpijnwekkend. Ja, ook dat heb ik. Ja. Maar ja, wat doe je er dan? En ik krijg vandaag nog een pakketje, dus ik had sowieso vandaag niet weggekund. Ik wacht op de postbode of de pakketbezorger. Ik weet niet waar het mee komt en die is nog niet geweest. Nee. Dus ja, daar wacht ik op. En meer kan ik niet doen. Nee, er is gezegd zaterdag, nou, het is vandaag zaterdag, ja. Dus, nou oké, lieve vrienden, zodra ik het heb, dan laat ik het jullie weten. Ja, pak het samen uit. Ja toch? Ja. Nou, tot later.
Ja, hallo lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik ben eventjes samen met Rijke wezen lopen. En nee, ik kan nog wel buiten, maar die is niet meegewikkeld. Die zagen we niet dat ik buiten kwam. Dat ze terugkwamen weer wel. Hij is nou ook binnen. En ik zit ook nog steeds op de pakketbezorger te wachten. Ik heb het even nagetrokken, want je kunt tegenwoordig natuurlijk volgen allemaal. Het is nog halverwege, maar het wordt wel vandaag bezorgd. Ben benieuwd hoe laat. Want het vrachtwagentje staat op halverwege dat streepje. Wordt vandaag bezorgd. Staat eronder. Ik zou niet weten hoor. Ik ben dat niet gewend. Maar ja, wie ben ik? Het zal. We wachten het af. Mocht het al binnenkomen. Stel je voor. Mijn man die heeft het ooit meegemaakt. Kwamen ze s'nachts om 1 uur of 1. Je moet maar op je bed leggen. Ja toch? Ik vind dat heel raar tegenwoordig. Dat ze dat zelfs 's avonds laat nog bezorgen. Ik vind dat niet horen. Tot 6 uur? Oké. En hoe laat leven we? En het is net 6 uur geweest. Nou, het vrachtwagentje staat nog halverwege. Dus ja, ik zou het niet weten. We wachten het af en ik hou jullie ervan op de hoogte. Ja. Ik was ook bezig met filmpjes weer te ordenen en dat weer in mappen gaan doen. Maar ja, toen moest de dame eruit en dat gaat voor. Ja, dat gaat gewoon bij mij voor. Ja, ik heb nou net een bakje koffie gemaakt en de dame legt lekker op de bank. En die zit zich uitgebreid te wasje en de andere legt naast de rijkader lekker te slapen. Dus ja, heerlijk rustig. Rijke was er net wel even gek, maar dat is er meestal als we weer thuis komen. Ik heb een jasje uit en dat lichtbandje tegenwoordig dan afgedaan. Dan springt ze van de bank af, rent richting de keuken, onder de eethoek door, rent weer met een dreun en geweld op die bank. En dus even een paar keer, nou ja, en dan is het over. Nou, laat hem gaan. Zolang ze de bron niet vernielt, vind ik het best. Dus, maar ja, oké, dat is leuk. Ik heb net ook even weer aan het bellen blazen geweest met haar. Nou, dat vindt ze ook leuk. Maar ja, afgelopen zomer vond meneer Kandelhoven dat ook leuk. En dan deed ik het net even, maar hij liep er weg, want Rijka is hem te wild. Ja, ja, ja. Maar neertje, oude zak, hè? Joh, hé. Ja, je bent ook al oud, hè? Ja, oh god, ik weet niet hoe oud jij exact bent. Nee. In ieder geval een eind jonger dan dat eeuwen is. Ja. Ik denk de helft. Maar ja, mijn mannetje leefde nog. Dat wel. En eeuwen, nou, die hebben we ook al jaren. Die was eerst van mijn pleegbroer. Ik was eerst haar echte broer. Nou ja, die heeft het niet gered. Die is overreden. Zij komt er niet buiten. Mijn pleegbroer is overleden, dus ja, ik heb gehouden. Simpel, want ze was toch al bij mij. En omdat broer en zus, die konden het niet van elkaar af. Nee, die leek net een stelletje. Ze konden niet buiten elkaar. Ze konden wel met elkaar, maar ze konden niet buiten elkaar. Nee, als er eentje weg zou gaan, Gimli was dat, die had dan overleden als Eowyn weg was gevallen. Maar nou is Gimli overleden en Eowyn leeft nog. En daar ben ik blij om, dat die het gered heeft. Want zij is wel het engste van de poezenbeesten die we toen destijds hadden. En Arwentje, dat was de kleinste, maar zij is zo smal. Je kunt bij wijze van spreken haar ribben tellen, maar zo is haar postuur. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik ken de vetmeester ook wel, maar ze wordt niet dikker hoor. Nee, echt niet. Ze blijft smal, ja. In de ruggengraat ketellen. Nou ja, zo is haar figuur. Ze wordt ook oud natuurlijk, dus ja. Maar ze is en blijft mooi en ze is en blijft mijn prinsesje. Ja, zo kan ze er echt op gedragen. Pootjes zo omhoog af en toe. Echt hartstikke mooi. Nou, dan legt Rijka te spelen met een oud stukje. Ja, ik denk dat het ook een bal van touw is geweest. Dat moet Karin vragen, want het is bij Karin meegekomen. Vanaf Karin, dus ja. Nou speelt ze daarmee.
Want ik heb een eindje maar afgepakt. Die ga ik weer wassen en dat wordt opgeruimd. Ja. Totdat ze misschien niet meer vernield. Dan kan ze het krijgen. En zolang ze nou nog vernield wil ik, dan krijgt ze dat niet fix zonder. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Moet ik nu nog eten, dan eet smakelijk. Ik moet ook nog eten, maar ik ben net thuis met Rijka. Dus ik ga hier bijkomen en nog even daarmee verder. En daarna zien we wel weer. Ja, simpel zat. Het is zaterdag. Dancing on Ice. Dat komt vanavond. Dan doe ik maar mee met jureren. Ja. Dus dat komt ook wel goed. Dat komt pas toch om 8:30 geloof ik. 8:30. Ja, dus dat komt ook goed. Ik zou zeggen, tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer best te laat. Ja, ja, 3:26. Maar ja, de titel Ginskoft, wanneer jij wel blijft zitten. Ja, ik was nog lekker even bezig. Nou ja, moet kunnen. Het is weekend, toch? Ja. Wordt wel morgen denk ik wel weer, ik weet niet hoe laat voordat ik mijn bed uitkom, oftewel straks vandaag. Maar ook dat kan me lekker niks niet boeien. Nee, het is mijn lijf, het is mijn huis en ik hoef voor niemand verantwoording af te leggen, niemand niet, nee. En ik zorg even goed wat voor mijn diertjes hoor. Ja, ze komen er wel uit wanneer ze eruit moeten hoor, echt wel. Ja, duik ik er gewoon weer in. Ja, hé? Maar er is er ook eentje stout, want die begon weer te knagen op mijn armleuning. Nou, dat mag dus niet. Dus ik kreeg net een beste tik op de neus toen ik piep. Ja, eigen schuld. Moet je het maar vanaf blijven afleren. Dat, ja, het is dus 3:27. Het is dus alweer een zondag. Dus ik wens iedereen een gezegende zondag. Voor degenen die naar de kerk toe gaan, een hele fijne kerkdienst geweest. Ja, en helaas, ik kom er nog niet aan toe om daar weer naartoe te gaan. Nee, het spijt mij wel heel erg. Maar mijn lichaam, die kan het niet aan. Ik heb nou ook Rijka. Nou, die laat ik niet zo lang alleen. Dat duurt te lang. Ja, ik bedoel, het begint om 9:30 en je komt pas om 1:01 thuis. Dus ik ben 9:00 van het huis. En dan een uur of wat? Nee, dat duurt nog lang. Stel je voor dat ze de boel verniert. Ik kan haar niet in de gaten houden. Dan enkel, ja, ik kan niet met haar praten. Wel haar in de gaten houden, maar kan ik zeggen als ze iets doet. Want je zit in de kerk. Nou, nee, dan gaat het er niet worden. Ik zal er wel even binnenkort introduceren bij de dominee. Ik weet waar die woont. Dus ja, komt ook allemaal wel goed. Maar dan moet ook eerst beter weer worden. Ja, het is mij te slecht. Het was afgelopen nacht ook dat ik met haar ging lopen. Was dat mijn vingers te koud? Mijn hemel. Echt. Ik heb er gewoon pijn van. Maar ja, doet er niet toe. Ook dat gaat wel weer over voordat ik een oud kereltje ben. En anders maar niet, leer ik daar ook weer mee leven. Ja toch? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, wel te rusten voor degenen die net zo gek zijn als ik. Die ook laat naar bed toe gaan als ik. Maakt allemaal niet uit. Jouw leven. Jij doet wat jij wilt met jouw leven en niet wat een ander jou oplegt, want een ander heeft jou niets op te leggen. Nee, je bent eigen baas over je eigen lijf. Ja toch? Ja. Dus ik zeg, welterusten, mooie dromen, gezond weer op en tot over een aantal x uren. Doei!